in binnen de ploeg wil dat ook zeggen dat, dat jij de kopman bent vandaag? Goh ja, ik ga in ieder geval mijn spurt mogen rijden. Dus Barry mag dat ook vandaag proberen, maar ik krijg toch iets, een beetje steun van de ploeg ook. Dus we gaan er alles proberen aan doen om toch een mooie ereplaats of zelf die overwinning in de wacht te slepen. Voel je je goed? Ja, uiteraard. Het heeft al even tegengezeten in het voorjaar voor onze ploeg in zijn geheel. Dus het mag eens keren, denk ik. Ja, jullie staan met 6 renners aan de start, niet met 8. Kan dat in jouw nadeel spelen vandaag? Goh ja, natuurlijk 2 mannetjes minder, dus dat is altijd een beetje minder natuurlijk. Maar dat hoeft niet per se een nadeel te zijn, denk ik. Ik denk dat we zo ook wel een mooi resultaat kunnen neerzetten. Ben jij gebaat met een massasprint of mag het voor jou de koers wel wat harder gemaakt worden vandaag? Want er zijn een aantal topsprinters niet aanwezig, waardoor de koers door bepaalde ploegen misschien minder gedragen gaat worden. Goh ja, massasprint is natuurlijk altijd mooier voor mij. Maar het mag ook een uitgedund peloton zijn waar ik dan bij zit. Dus dat is ook nog beter natuurlijk. Maar ja, dat is dan te zien hoe fris dat je dan over de meet komt. Dus maar we zullen wel zien.